Gay bar dancing De Golden Arm gaat een strenger deurbeleid voeren. Bezoekers kunnen binnenkort alleen nog maar met een pasje naar binnen. In De Golden Arm werd het percentage hetero's de laatste jaren steeds groter. En daar wil eigenaar Marius Bloemhart wat aan doen. De vaste kernbezoekers krijgt in elk geval een pasje, maar ook nieuwkomers zijn nog welkom. Met de deur geven we natuurlijk al een bepaalde voorlichting van, ben je lid? Nou, we zijn geen lid. Nou, je kunt ook gewoon zeggen van, je kunt ook op de man afvragen, ben je gay? En dus, kijk, dan kun je natuurlijk altijd gewoon bij de deur al een beetje een gesprek voeren. En dan kunnen ze op dat moment tijdelijk even een pasje krijgen. En nou, dan hebben ze misschien ook wel belang om toch zich op de deur aan te melden. Zo van, we willen toch wel lid worden. De Golden Arm wil graag een plek blijven waar homo's elkaar kunnen ontmoeten. En ze willen geen normale discotheek worden. Dus om die reden zeg ik van, ja, we moeten gewoon het tij keren. En dat kan. Dus, maar dan moet je dus wel iets op gaan richten. Want anders heb je natuurlijk nog steeds die eindeloze discussies bij de deuren. Van, jij erin, jij er niet in. En dan kun je van discriminatie beticht worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Althans, dat is niet wat mijn streven is, om telkens die discussie aan te gaan. Dus nu is het eigenlijk legaal onderscheid maken? Ja, nou, dus ik mag nu gewoon mensen weigeren. Als jij geen pasje hebt als bezoeker of gast, dan mag ik gewoon zeggen, jij mag niet binnen, maar je bent geen lid. Toch zullen het niet alleen homo's zijn die worden toegelaten. De open-minded hetero, die komen sowieso wel, want die komen voor de sfeer. Die komen niet vanwege het gay gebeuren, maar die komen voor de sfeer. Het is heel relaxed. En ze kunnen zichzelf zijn. Maar gewoon het macho gebeuren, dus zeg maar mensen die juist willen laten blijken dat ze in een homotent verkeren, maar zich toch als hetero willen bewijzen, die hoef ik eigenlijk ook helemaal niet binnen te hebben. Want dat zijn juist mensen die willen alleen maar laten zien, ik ben lekker geen homo, weet je wel. Dus dan zeggen we, nou, die zijn niet welkom. En dat kun je dus met zo'n pasjesysteem heel duidelijk onderscheiden. De Golden Arm moet de bezoekers nog op de hoogte stellen van het nieuwe beleid. Daarom gaat de discotheek nog foldertjes en brieven verspreiden over het plan. De verwachting is dat het systeem eind september ingaat.